Assalamu alaikum, goeie avond. Mustafa, Nessim, welkom. Welkom. Dankjewel, Noordin. Oh, dankjewel. Jongens, we gaan spelen om dit boek. Waar Nessim ook in zit. En Nessim, ik moet jou een compliment geven. Ik heb destijds ook al tegen jou gezegd. We hebben nu natuurlijk ook de boeken naar journalisten gestuurd. En heel veel mensen komen terug met dat ze jouw hoofdstuk eigenlijk wel het bijzonderste vinden. Ik ga niet vertellen wat, want dan moeten mensen zelf maar lezen. Zelf gaan kijken. Maar complimenten voor je verhaal en ook voor je openheid dat je erover wilde praten. Shukran, dankjewel. Oké, jongens, we gaan meteen beginnen. Vraag 1. Voor welke Turkse club is een meerkeuzevraag? Maar je mag altijd, dus voor de meerkeuzevraag mag je altijd het antwoord geven als je naam zegt. Dus je mag zelf bepalen wanneer je de vraag wil beantwoorden. Voor welke Turkse club heeft Nordin Bukhari gespeeld? Is dat A, Samsunspor? Is dat B, Kasımpaşa? Is dat C, Antalyaspor? Is dat D, Beşiktaş? Moes. Antwoord B is dat, Kasımpaşa. Dat is goed, Kasımpaşa. Ik ben Mustafa. Vraag 2. Noem 6 Marokkaanse spelers die tijdens het WK in 2018 in Spanje voetbalde, om en om. In Spanje voetbalde? Noem 6 Marokkaanse... Moes. Ik begin met Mounir. Mounir is goed. Moet ik de vraag voor jou herhalen, Nassim? Ja, graag. Ja. Noem 6 spelers die tijdens het WK in Rusland, dus tijdens het WK in Rusland, Spaanse competitie voetbalde. Van de Marokkaanse selectie. Mustafa, die zijn Mounir. Nessim. Sorry? Nessim zeg ik. Ik zeg Nesri of zo. Nesri is goed. Nesri is goed. En het is in de serie, maar dat is goed. Rekent niet goed. Nessim? Het is om en om. Nee, het is om en om. Om en om. Dat is goed. Mustafa? Bono. Bono is goed. Nessim? Keeper Mounir. Die is al gezegd door Mustafa. Oké. We hebben nog 3 antwoorden mogelijk. Hakimi, speelde hij toen bij Real Madrid of bij? Real Madrid is goed. Ja. Mustafa? Fajr? Is goed. Klopt. We hebben nog 1, 1 naam. Je mag passen. Ik zeg pas misschien met Mounir. Ik denk Moesem, ik weet het niet. Mustafa? Nee, sorry, ik weet hem ook niet. Nordin Amrabat, bij Leganes. Oh ja, natuurlijk. Ja. Vraag 3. Het staat overigens 4-2 van Mustafa. Vraag 3. Hakim Ziyech, het is een stelling trouwens, dus juist of onjuist. Hakim Ziyech heeft meer doelpunten gemaakt voor FC Twente dan Nasser Chadli. Oeh. Nessim, juist. Dat is onjuist, helaas. Punt naar Mustafa. Ziyech heeft er 34 gescoord in 76 wedstrijden. Chadli heeft er 40, maar wel in 123 wedstrijden. Dus die had er iets meer wedstrijden nodig. Okay. Dat is een beetje een strikvraag. Vraag 4, jongens. Bij welke BVO, dus bij welke betaald voetbalorganisatie, is Younes Mokhtar begonnen? Moes. Bij PSV. Dat is goed. Jongen uit jouw stad, Mokhtar. Zeker, ja, Overvecht. Ja. Goeie jongen, ja. Vraag 5. Marokko scoorde 11 keer in de kwalificatiereeks voor het WK 2018 in Rusland. Noem de doelpuntenmakers om en om. Je mag iemand bijvoorbeeld meerdere keren opnieuw noemen, maar wel om en om. Dus het kan zijn dat Jantje 4 keer heeft gescoord. Dan mag je Jantje 4 keer noemen. Maar niet achter elkaar, maar elke keer om en om. Wie begint? Moes, ja. Mimoun Mahi. Nou, dat is een goeie. Ik weet bijna niemand, maar hij is goed. Nassim. En Nesiri. Nee, dat is fout. Moes. Hakim Ziyech. Is goed. Nessim. Benatia. Dat is goed.
Moes. Ja, pas. Moes heeft gepast, dus die mag niet meer meedoen aan de vragenronde. Die had meer de tijd bij laten lopen. Belhanda. Dan dat is fout. Punt voor Moes. Je mag doorgaan, Nessim. Je mag passen. Twee keuzes. Er zijn drie namen genoemd. Althans, ja, drie namen. Drie doelpunten. Er zijn nog 8 doelpunten. Je staat met 10. Da Costa? Sorry? Manuel Da Costa? Nee, is fout. Punt voor Moes. Yo, dan krijgt hij alleen maar puntjes. Doe maar pas. Oké. Okay. Moes, of Nessim past. Wie had nog meer kunnen noemen? Zie ik nog één keer. Die heeft 2 doelpunten gemaakt. Ja, ja, ik weet het ook wel. Boutayeb ook. Boutayeb had je 4 keer kunnen noemen. Hakimi had je kunnen noemen. Fajr had je kunnen noemen. En Dilal had je kunnen noemen. Klopt. Het blijft 11. Of het is nu 11-3. Vraag 6. Welke 7 Marokkanen hebben voor het laatst gespeeld voor AZ? Dit geldt voor competitie en beker. Om en om. Idrissi? Moes? Idrissi? Idrissi is goed. Nessim? Van wanneer? Maakt niet uit wanneer, toch? De laatste 7. Dus de laatste 7 Marokkanen tot nu toe. De laatste 7? Ja. Ja, ik weet niet of Adam Maher een Marokkaan is, maar Adam Maher. Ja, hij is een Marokkaan. Ja, Adam Maher. Ook voor ons. Is goed. Moes? Abu Ghlal. Is goed. Nassim? Nee, ik weet niet of hij gespeeld heeft. Mohamed Tabouni? Is goed. Hij heeft de beker gespeeld. Je bent de okay. Eerste die het weet. Niemand wist die tot nu toe. Moes? Kijk hoor. Ja, ik weet niet of het dan te oud is, maar Nordin Boukari? Nee. Met van Nessim. Nessim? Doe maar pas. Ik moet even Moes, er zijn nog 2, nee, 3. Nog 3 namen te benoemen. Ja. Nee. Pas. Oké. Okay. Ilyes Belhassani. Oh ja. Ali Mesoud. Ja. En Munir Al-Handawi. Ja. Vraag 7. Hoeveel Marokkanen uit de selectie van 1986 in Mexico speelden toen... Sorry, dat is een meer keuzevraag. Hoeveel Marokkanen uit de selectie van 1986 in Mexico speelde toen in de Zwitserse competitie? Is dat antwoord A, 2? Antwoord B, 0? Antwoord C, 1? Ja? Moes? Goede antwoord is denk ik A, 2. Dat is goed. Moes, goeie. Vraag 8. Voor welke profclub debuteerde Mbarak Boussoufa bij het eerste team? Is dat A, Chelsea? Moes. Ja? AA Gent. Dat is goed. Vraag 9. Welk is een vraag waar je meerdere antwoorden kan bedenken. En je mag ze ook allemaal in één keer noemen. Dus niet om en om. Luister goed naar de vraag en probeer snel te zijn. Welke Marokkanen hebben de gouden schoen gewonnen in Nederland? Moes. Moes? Munir El Hamdawi. Is goed? Even kijken. Natuurlijk Hakim Ziyech. Is goed? Nog één. Karim El Ahmadi. Is goed, keurig. Ik ga de laatste vraag, jongens. Noem de clubs. Het is om en om een vraag. Noem de clubs waar Abdelkarim El Hadrawi voor heeft gevoetbald. Moes. Ja? Hij komt uit de jeugdopleiding van Tessa. Het gaat echt om de... Dan is hij fout. Ja, ik kan wel verder gaan, maar ik laat hem aan Nessie als hij wil.
Oké, okay, Nesim? Ja, ik ken hem niet, dus pas. Ik ken hem niet. Moes, jij mag dan nog namen noemen. Jij mag nog clubs noemen. Okay, hij heeft bij Benfica gespeeld. Is goed. Hij heeft in Nederland bij AZ gespeeld. Is goed. Ja, verder weet ik niet. Oké. Okay. Verder heeft hij gespeeld bij Charleroi. In Marokko heeft hij gespeeld voor Rabat, van Rabat. En hij eindigde zijn carrière bij Itihad Gmisset. Oké. Okay. Hey jongens, we zijn tot het einde gekomen. De punten, 7 punten voor Nessie. 20 punten voor Moes. Ik moet zeggen, Nessie, heel veel succes met je carrière. Ik ga je zeker volgen, inshallah. Shukran, broeder. Dankjewel. Nessim, je hebt het niet getroffen in de loting. Het was meteen een pittige loting voor je. Ik ben nog 20, dus er staan sommige namen. Ik ken ze niet eens. Daarom. Maar malish. Bedankt voor het meedoen en tot de volgende keer. Geen probleem. Shukran. Wij zien jou bij de volgende ronde. Adios. Slema. Slema. Doei.